Wordt het op deze 20 april 2014 een Nederlandse Amstel Gold Race? Wordt het misschien wel een Limburgse Amstel Gold Race? De markt in Maastricht is in afwachting. Hele goede morgen, dames en heren. Welkom bij L1, bij deze 49e editie van de Amstel Gold Race. Met dus inderdaad misschien wel een Nederlandse naam vandaag op het podium. 2001 hadden we de laatste Nederlandse winnaar met Erik Dekker. 1991 de laatste Limburgse met Frans Maassen. En vandaag Tom Dumoulin en Wout Poels als een van misschien wel kanshebbers aan de start. We praten er zo dadelijk over verder. Eerst naar Bas van Mulke, want hij staat bij de start waar de renners langzaam worden voorgesteld. Ja, en dit is het podium. Hier komen de renners de handtekening zetten. Een hele goede morgen trouwens. Kees Maassen is al begonnen. De speaker, de voice van de Amstel Gold Race. Hier wordt dat heel meteen getekend. Hè. Om te beginnen met Kreuziger, de winnaar van vorig jaar. We zien Karsten Kroon ertussen staan, die zo belangrijk was vorig jaar. Philippe Gilbert, topfavoriet, die het zo goed doet de afgelopen week. We hebben nog Alejandro Valverde natuurlijk, de Spanjaard, die hier eigenlijk eens een keer moet winnen na zo vaak op het podium te hebben gestaan. En als we dan helemaal aan het einde lopen, dan zien we de handtekening al staan van Sonny Colbrelli, de kopman van Bardiani. Die hebben al getekend. En zometeen gaan we die kant op totdat we bij de winnaar zijn, bij de nummer 1, Roman Kreuziger. Tot zo! Ja, dankjewel Bas. Roman Kreuziger, een van de eerste die vandaag aankwamen met de bus, zo'n 15 minuten geleden. Alejandro Valverde, een van de grote favorieten uit Spanje. En deze man die naast me staat, fietst ook lange tijd in Spanje. Kent ook het gewicht dat de Spanjaarden op dit moment aan de Amstel Gold Race geven. Dat is groter, Erik Breukink, dan in jouw tijd? Ja, zeker, dat is gegroeid de laatste jaren. En, kijk, ze hebben ook renners die op dit terrein heel goed uit de voeten kunnen. En ze hebben kanshebbers voor de overwinning. Valverde probeert het al heel lang, maar hij is in een goede vorm. En heeft een explosieve sprint, dus hij is een van de topfavorieten. Wie tip je verder nog? Ja, toch wel veel buitenlanders. Kwiatkowski maakte mij een hele sterke indruk. Gilbert afgelopen woensdag winnaar van de Brabantse Pijl. Die is altijd goed op de Kouberg. Dan van de Nederlandse zijde, ja, dan moeten we het hebben van Mollema. Ik ben benieuwd naar Dumoulin, want dat is een jonge renner die het nog moeilijk zal hebben met die afstand van 250 kilometer. Maar ik denk een man of 10 wel als kans hebben kan opschrijven. Dat is duidelijk in ieder geval. Kwiatkowski misschien wel de pol uit de ploeg van Wout Poels. Hij was heel erg goed in het begin van dit seizoen. 23 jaar zou misschien wel voor vandaag opgeschreven kunnen worden. Rui Costa is de wereldkampioen. Die staat vandaag ook aan de start. Je bent wereldkampioen of je bent het niet. En dus heeft Rui Costa zelfs op het voorblad zijn naam gegraveerd. Terecht. Overal zie je die regenboog terug. Zoals hier op het frame van zijn Merida-fiets van zijn ploeg Lampre. De Portugees moet het opnemen tegen een sterk collectief van onder andere Omega Pharma Quickstep. Van, inderdaad, Wout Poels, want hij is erbij. Verrassend, toch niet helemaal. Het begon eigenlijk al voor Baskant weer te kribbelen. En het is wel mooi dat ik zondag kan rijden. Het kriebelde bij hem, maar ook bij hem. Michael Kwiatkowski, vorige week tweede in de ronde van het Baskeland. Een man om in de gaten te houden. Kutenberg en Kouberg, ja, yeah. Well, probably. I don't know if it's right, but yeah. De namen, wat maakt het uit als dit maar goed komt voor hem. Michael Kwiatkowski, deze handtekening kan veel waard zijn. Misschien wel de opvolger van Kreuziger in deze nieuwe editie. Nou, de nieuwe editie waar we dus inderdaad die finish hebben met 1800 meter na de Kouberg, de streep uiteindelijk in Vilt. Belangrijk vandaag misschien wel de wind. Thijs Seelen die meldde zojuist harde wind. Hij verwacht waaiers. En de wind staat dan in de rug van de mannen die vanuit de Kouberg richting Bergen ter Blijt fietsen. Het zou goed kunnen zijn voor mensen die dan 200 meter, 300 meter hebben op de Kouberg. Bas van Mulke, kan dat soort scenario's voorleggen aan de mensen die hier staan te wachten op de markt in Maastricht? Want de wielerliefhebbers hebben zich langzaam verzameld op dit vroege uur. Ja, het begint langzaam maar zeker drukker en drukker te worden. En deze mensen die komen, en als ze het over wind hebben, dan is het altijd wel handig te zien aan een vlaggetje bijvoorbeeld. Waar komen jullie vandaan? We komen de Capelle Bieslingen, kort bij Goes. En ook het buurt van het dorpje Ierseke, waar Johnny Hogeland vandaan komt. En Marco Menaar. Hey, en wat verwacht u van Johnny vandaag? Ja, Johnny, we hopen dat hij het van de keer wat beter doet dan de laatste jaren. Dat hij bij de eerste groep mee kan.
En vooral op de Gulperberg. En dan natuurlijk de laatste doortocht Kouberg. Hopen we dat hij erover komt. Hij vandaag op Twitter zet hij nog van, er is een Zeeuws briesje hier in Limburg. Herkent u het briesje? Ja, gisteravond was het flink. We zitten in een tent, maar we hebben de luifel eraf moeten doen. In een tent zitten jullie? Ja. Waar? In Bemelen? Gulperberg. Oké. Gulperberg. Bovenop. Veel plezier vandaag en succes met Johnny. Oké, dank u. Aan de Zeeuwen, die zullen ook benieuwd zijn naar de bus van Omega Pharma Quickstep. De bus van Wout Poels, die komt nu het terrein opgereden. Jongens zullen zich zo dadelijk dus inderdaad gaan voorstellen. Dan gaan we nog even naar Erik Breukink, waar we het net al even hadden, Erik, over Tom Dumoulin. Hè, die ook een goede tijdrijder is, goed de berg op kan. Vergelijkbaar met jou in je jonge jaren? Ja, qua tijdrijden zeker. Hij ontwikkelde zich tot een van de betere tijdrijders van het peloton. In de grote rondes, dat moet nog blijken natuurlijk. Hij is nog jong, vorig jaar een goede Tour gereden, maar in het hoge bergte dat is nog wat anders. Maar hij maakt een goede ontwikkeling door en ik zeg, in de kleinere etappekoersen kan hij altijd voor de winst rijden. Maar goed, Kneteman won ook zijn eerste Tour, dus, of sorry, zijn eerste Amstel Gold Race, dus u weet het niet. Laten we het even hebben over de aparte voorbereiding toch van veel van de mannen. Een van de favorieten, we hadden het er net al over, Kwiatkowski, die heeft de keien laten schieten in Parijs-Roubaix. Dat is wel typisch in het wielrennen van nu. Ja, het is steeds meer specialisatie. Ik denk dat het peloton er heel anders uitziet als vorige week en de Ronde van Vlaanderen. Combinatie Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race zie je wat meer. Maar Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, dat is eigenlijk niet mogelijk. Jongens rijden in Baskenland, bereiden zich heel anders voor. En dan sta je hier tegen frisse mannen. Dus ja, die keuzes worden gemaakt. Zo'n Kwiatkowski rijdt vorig jaar goed hier in de goldrace. Dan wordt hij vierde. Wassenpijl dan vijfde. Dat is wel een beetje drieluik waar we naar moeten kijken bij dit soort mannen. Luik, Wassenpijl, goldrace. Daar komen de winnaars vandaan. Ja, ik denk zeker dat soort mannen die het al laten zien hebben in het verleden. Die korte uitslagen hebben gereden. Je wint niet zomaar een Amstel Goldrace. Dan moet je toch altijd wel eens goede finales hebben gereden. Kwiatkowski is een jonge renner, maar die heeft al laten zien dat hij die afstand aan kan. Explosief is. Hij heeft natuurlijk wel zware concurrentie, maar die ploeg draait heel goed. Dat helpt ook altijd. We hoorden net van de Limburgse weerman dat het flink gaat waaien. Dat we na de finish nog een keertje windkracht 5 in de rug hebben. Is dat gunstig voor Mollema? Ik denk wel dat het voor de koers goed is. En, de finale zal harder worden. Het zal eerder opengebroken worden. Het is toch veel zijwind op stukken. Ik denk voor Mollema ook wel interessant om daarvan te profiteren. Want als ze allemaal gaan wachten tot die laatste keer Kouberg, dan wordt het veel moeilijker. En Limburgers kijken toch een beetje natuurlijk naar ook Wout Poels. Wat moet er voor Wout gebeuren om hier in deze race het podium te halen? Ja, ik denk dat hij moet profiteren van de aanvallen voor de finale, zeg maar. Hij moet mee rond het IJzerbos, Keutenberg. In die streek moet hij proberen mee te gaan in ontsnappingen. Want dan zit zijn ploeg in een zetel en dan zit hij ook goed. Anders moet hij werken voor Kwiatkowski. Dat is natuurlijk toch een beetje de ploeg van het voorseizoen. Omega Pharma Quickstep. Ze zullen ook zo dadelijk op het podium komen om te tekenen. Daar staat Bas van Mulken en Sander Gleikers is klaar voor het commentaar. Daar is de rood-wit-blauwe trui. En tussen al die mensen hier, Johnny Hoogerland, die gaat zo meteen tekenen. Maar je zet dat er ook Engelse fans. I assume you're English, right? Yes, I saw it, yes. Where are you from? Just outside London. Can you take off your Bradley Wiggins, please? But he's not even here, Bradley. No, he's not. No, but we support Team Sky, so we follow Sky around Europe. So who's the favourite now in Team Sky for today? Today it'd be Geraint Thomas. Today, yeah, we like him. Welcome and good luck today. Thank you very much. Sander. Dankjewel Bas, want de tweede ploeg van de dag van dit deelnemersveld staat op het podium. De ploeg Androni Giacattoli, de ploeg natuurlijk van de Zeeuwse Leeuw, de Nederlands kampioen Johnny Hoogerland. Daar staat hij rechts uit Ierseke met zijn grootste fans die al in het publiek staan met dat Zeeuwse briesje dus. De ploeg Androni Giacattoli dus met
Hogeland, verder door Marco Bandiera, Manuel Belletti, snelle man, Marco Fraporti, Antonio Parinello, Nicola Testi, Omar Bartazzo en Andrea Zordam. Dat zijn de acht van Androni Giacattoli onder aanvoering van Giovanni Elena. En dit is dus Johnny Hogeland, waar we met z'n allen naar gaan kijken. Maar ik kan me voorstellen dat Kees Maas hem nog iets gaat vragen. Dus ook even naar luisteren. En je kunt dan de Amstel rijden en je krijgt de wildcard, dan moet je een gelukkige man zijn. Ja, tuurlijk. Dat is toch een van de koersen waar ik op gehoopt had. En als ze dan toch uiteindelijk mogen starten, is dat ja, super mooi. Je bent dit jaar papa geworden? Ja, vorig jaar. Hè. Eind vorig jaar, hè? Ja, eind vorig jaar. Ja. En heeft dat een extra zware druk op jouw schouders met zich meegebracht? Nee, ik heb een hele sterke vrouw die mij heel erg ontziet. Dus eigenlijk. Ik heb alleen de lusten en niet de lasten. Oké, okay, dat is helemaal mooi. Vandaag ben jij misschien wel de ongekroonde kopman van jullie ploeg. Ja, we hebben niet echt iemand die hier veel ervaring heeft of denkt dat hij iets kan doen in de koers. Dus ja, als het van iemand moet komen, moet het van mij komen. Gaat het van jou komen? En de mannen weten wat ze moeten doen? Ja, nou, ik heb niet zo... Dat, ik vraag niet om iemand die mij de hele dag bijstaat. Het is gewoon volgen en dan, als je goed bent, zit je er in de finale nog bij. Dus dat is heel makkelijk. En jij spreekt inmiddels vloeiend Italiaans? Nee, ik spreek heel slecht Italiaans. Slecht Italiaans. Maar je wil aanvallen, dames en heren. En je wil er graag tegenaan. Applaus voor de mannen van Androni Giacattoli Venezuela. Kees Maas en Johnny Hogeland dus. De man die het moet gaan doen voor die ploeg. Straks ook definitief gaat hij de Giro rijden, de Ronde van Italië. Hij is een van de zes mannen van deze equipe die al zeker is van deelname aan die Ronde van Italië. De overige twee moeten nog worden vastgesteld door de ploegleiding. Een outsider, misschien wel Hogeland in ieder geval, heeft iets extra's dat hij kan laten zien in de eigen Limburgse heuvels. Bekend terrein voor hem. De vorm, dat is nog een beetje afwachten. De laatste weken niet optimaal. Nu bij Bas van Milke. Johnny, we hebben even meegeluisterd met het interview met Kees Maas. Denk je dat jouw teamgenoten iets verstaan hebben wat je zei? Nee, helemaal niks. Nee. Hoe voel je? Gaat het goed? Ja hoor, ik voel me goed. Wat kunnen we van jou verwachten vandaag? Ja, ik heb nog niet echt getoond dit jaar dat ik een supervorm heb. Op zich, mijn conditie is goed. Bij het spel zat ik ook nog in de grote groep. Alleen ja, dan net meedoen in de finale lukte me dat niet. Dus ja, ik heb niet de illusie dat ik hier top 5 ga rijden. Maar ja, misschien dat een Amstel is toch, geeft toch een renner wat extra. In ieder geval in Nederland met deze try aan. Dus ik hoop dat ik zo ver mogelijk kan komen. En hoe voel je je bij een nieuwe ploeg? Ja, oké. Okay. Niet heel, ja, het klinkt niet heel erg... Ja, het is wennen, maar ja, het is, je moet overal fietsen. Is het, zie je het vooral als een overbruggingsjaar misschien om volgend jaar weer terug te keren op het hoogste niveau? Ja, ik ben daar nu niet zo mee bezig. Ik ben nu bezig met de koers en eigenlijk niet zoveel als je daarmee bezig gaat zijn van... Nee, dat is niet goed. Dus, veel succes vandaag. Dank u wel. Johnny Hogeland dus bij Androni Giacattoli nadat hij in het verleden reed voor Vacances Soleil DCM. En natuurlijk was hij daar een van de grote mannen samen met die overige Nederlanders. En dan zit je in een Nederlandse ploeg en dan praat je toch wat makkelijker. In die ploeg vol Italianen hoofdzakelijk is dat wel een verschil voor de Zeeuwse Leeuw. Volgende ploeg op het podium zijn de mannen van CCC Polsat. Polkowitz, de ploeg dus van oud-winnaar Davide Rebellin, staan aan de andere kant van het podium klaar om te gaan tekenen in het oranje. Terwijl de mannen van Tops van Vlaanderen ook al klaarstaan. CCC Polsat dus, de ploeg van Davide Rebellin, de oud-winnaar van de Amstel Gold Race. Dat is alweer een tijdje geleden. 10 jaar precies, 2004 was hij de beste. De inmiddels 42-jarige coureur uit San Bonifacio. Maar nog altijd is hij goed. Zo zagen we in de Volta Limburg Classic bijvoorbeeld dit jaar opnieuw in de aanval. Deze week in de Brabantse pijl nog 7e. Dan bewijs je dat je nog altijd mee kunt met de besten. 3 keer Waalse pijl gewonnen. 1 keer Luik Bastenaken Luik. Een echte klasbak dus, ondanks zijn leeftijd. Davide Rebellin, uiterst links op het podium staat hij.
van deze ploeg. De kopman van die Poolse selectie. Samen dus met Jaroslav Maric, met Matisiak, met Oisian, met Maciej Paterski, met Rutkiewicz, Adrian Honkis en Adrian Kurek. Poolse renners dus met één Italiaanse kopman uit San Bonifacio. De ploeg van Piotr Wadecki is CCC Polsat. Ribbelin dus bij Kees Maas. Condition you are very good. Italiano, grande forma. Sì, la forma è abbastanza buona. Sono molto contento di essere qui ancora all'Amstel. Ringrazio anche gli organizzatori che ci ha dato questa possibilità e faremo sicuramente una bella gara. This anni vincitore a Amstel, buon momento. Sì, è un bel ricordo, 2004, ma spero che anche oggi sarà una bella giornata. Hij zegt, het kan dames en heren weer een prachtige dag worden. Ik ben in topvorm. Hij zei dames en heren dat hij afgelopen woensdag in de Brabantse pijl natuurlijk wel eens steenkolen Italiaans van Kees Maas. Hoe charmant. Davide Ribbelin dus wel in een goede vorm. Of het voldoende is voor een hoofdrol vandaag. Dat moet nog blijken in de koersen tot 200 kilometer. Zoals de Volta Limburg Classic van 2 weken geleden. Die mini Amstel Gold Race of de Brabantse pijl doet hij volop mee. Of het nog voldoende is voor 250 kilometer, dat is nog maar de vraag. Bas van Mulke. Sta bene oggi? Sì, sono la condizione buona, sono contento veramente di essere qui ancora all'Amstel. E speriamo una buona giornata. Ciao. In goede en voldoende vorm, zegt hij. En in ieder geval voelt zich goed. Dus blij dat hij bij deze Amstel erbij kan zijn. In ieder geval 10 jaar na zijn overwinning hier in de Amstel Gold Race. Zijn nu afwachten of dat vandaag hij een rol van betekenis kan gaan spelen. Topsport Vlaanderen Baloise heeft zich gemeld. De opleidingsploeg van België. Waar veel jonge coureurs kunnen groeien om vervolgens de overstap te maken naar andere Belgische grote World Tour ploegen. Zoals Lotto Bisol of Omega Pharma Quickstep. Dit is de ploeg van Hans de Klerk, Edward Teuns, Pieter Jacobs. Die al een verleden heeft op het hoogste niveau. Elliot Litaar, Thomas Sprengers, Preben van Hekken, Arthur van Overbergen, Pieter van Spijbroek. Goeie coureur en Zico Wijtens. Dat zijn de achters van Hans de Klerk die het namens Topsport Vlaanderen mogen doen vandaag. Bij uitstek zo'n ploeg die je zult zien in de aanval. In de aanval bij deze wedstrijd. De Amstel Gold Race kenmerkt zich altijd door een vroege vlucht. Waarbij dit soort ploegen graag vertegenwoordigd zitten om zich te laten zien. En je een beetje in de kijker te kunnen rijden. Van de grote ploegen. En het zou zomaar zo'n Pieter Jacobs vandaag voor deze ploeg Topsport Vlaanderen kunnen doen. Op de markt dus in Maastricht. Dat stilaan echt vol begint te stromen. Om straks de grote kanonnen hier op het podium gepresenteerd zien te worden. 24 ploegen dus aan de start. Maximaal 25. Maar Amstel Gold Race heeft er al vaker voor gekozen om het bij die 24 te houden. Om het niet nog gekker en drukker te maken op dit smalle parcours. Het bochtige parcours. Lange, vaker discussies geweest de afgelopen tijd over de vele valpartijen in onder andere de Ronde van Vlaanderen. En is dat nou een formele, officiële discussie of niet? Renners doen het stilaan af als een hype, als een non-discussie. Valpartijen zijn van alle dag en het is niet meer of minder dan de jaren daarvoor. Feit blijft wel altijd, de Amstel Gold Race wordt in ieder geval door vaak buitenlandse renners, zoals de Spaanse en Italiaanse renners, gezien als toch een gevaarlijke, het snelle draaien en keren. 251 kilometer, feitelijk op een zakdoek door het Limburgse Heuvelland. Alert van voren rijden en steeds meer renners zijn aan elkaar gewaagd. De top is breder geworden, zeker ook in deze Amstel Gold Race. Dus is het dringen geblazen. En juist dat dringen en dat wringen op die smalle wegen, zeker ook in de finale, kan hachelijke situaties opleveren. Maar dat weten zij, de coureurs dus vandaag aan de start van deze 49e Amstel Gold Race. Dit is
de ploeg van Trek, van de Ronde van Vlaanderen winnaar Fabian Cancellara. Dit is een hele andere ploeg. Het is de ploeg die de heuvels ingaan. Met Bob Jungels als Luxemburgs kampioen. Met de gebroeders Slek natuurlijk. Andy en Frank Slek. Slek zelf de winnaar van 2006. En deze Amstel Gold Race. Andy Slek hier. 28 jaar inmiddels. De Tourwinnaar van 2010. Niet te vergeten. Drie seizoenen heeft hij het wel ontzettend moeilijk. En waar hij vroeger nog te boek stond in deze koers als een van de topfavorieten. Nu is het lastig inschatten na die moeizame jaren voor zijn ploeg. Frank Slek, hier de oudere broer, 34 jaar inmiddels. Zoals gezegd, de winnaar 8 jaar geleden in 2006. We zagen hem in het Baskenland aan het werk. Liet zich een keer goed van voren zien. Verder in die formatie van Kim Andersson, Matthew Bussen, Boy van Poppel natuurlijk. Fabio Filling, Bob Jungels dus, het jonge Luxemburgse talent. 21 jaar, talentvolle klimmer, hier is hij. Andy Slek dus naast hem, Frank Slek, we zagen hem al. Christophe van der Wallen, de lange Belg. En de Spaanse kilometervreter, de ervaren Aymar Zubeldia als laatste in deze equipe. Hier Frank Slek dus. Toch benieuwd naar zijn vorm. Door enkele deskundigen genoemd als kleine outsider. Een man met 1 sterretje achter zijn naam. Vandaag zal hij dat moeten gaan bewijzen in deze equipe. Even luisteren naar Frank Slek, wat hij daarover zegt. I think if you do Amstel so many times, you gotta have some crashes. And it's not gonna happen today. And who is your first man today? Yourself? Yeah, I come. I never. I don't know. We'll see. We'll see. Oh, hij laat zich niet in de kaart kijken. Boy van Poppel, wie is jullie kopman? Vertel het maar gewoon. Ja, we hebben meerdere kopmannen. Dus, noem maar eens 3. Ja, 2 Slacks en Fabio Filine. Oké, dat zijn dan de kopmannen. Andy Slek, you are papa now. Are you sleeping during the night? Yeah, well, here I'm with the team, so here I get a lot of sleep. Oh, hij kan hier lekker slapen, dames en heren. Ik hoor een geweldig applaus voor de mannen van Trek! De ploeg is van Kim Andersson, gebouwd rond het Luxemburgse trio. De gebroeders Slek en Bob Jungels, maar dus ook Boy van Poppel. Dat zijn de mannen die moeten gaan doen. En het is moeilijk om van jezelf te zeggen voor wie rijden jullie als je zelf de kopman bent. Maar de absolute kopman van deze ploeg vandaag is Frank Slek. In ieder geval omdat hij ook in het Baskenland heeft laten zien dat hij goede benen heeft. En dat moet hij dan vandaag gaan bewijzen. Eens kijken of we de gebroeders Slek bij de microfoon van Bas gaan krijgen. Dan wel Boy van Poppel als snelle man of de echte adjudant van die twee, Bas. Frank, we're live on TV now. One second. Did you think about your victory of 8 years ago to this morning when you woke up? Yeah. Of course, you always think back and you could get the good memories back. How is it to be back then now? Yeah, it's a race I always liked. It's a very nervous race, and it's nice. It's really nice. It's a nice day. It's Easter today. Did you have an Easter breakfast? Eggs, for example. Yeah, we've got some omelets. Okay. Good luck today. Thanks. Het is altijd een nerveuze en spannende race, en Easter eggs for breakfast. Op deze eerste paasdag hebben veel ploegen al getweet dat ze met een paasontbijtje aan de slag zijn. Voor zover een paasontbijt echt passend is als je 251 kilometer door de Limburgse heuvels moet gaan rijden. Dat is niet. De markt, je ziet het in Maastricht. Goed bezet, druk. En we kijken naar IM Cycling, de ploeg van Kjell Kallström. Met daarin de grote man, althans, dat is die in de verleden jaren had geweest. Deze man, rechts. Sylvain Chavanel komt over van Omega Pharma Quickstep vorig jaar in de voorjaarsklassiekers. Stevast een hele belangrijke pion. Hij deed het altijd goed. Dit jaar hebben we nog niet veel van hem gezien, Chavanel. En dit is zo'n moment waarop hij zich zou moeten laten zien. 34 jaar inmiddels.
Chavanel heeft meegenomen in deze ploeg. Mathias Brandl, Stefan Denifil, Pirmin Lang, Reto Hollenstein, Thomas Lufquist, Jérôme Pino en Alexis Saramontins. Dat zijn de achters van deze Zwitserse ploeg IM Cycling op pro-continentaal niveau. Afhankelijk dus van een uitnodiging. Chavanel eigenlijk altijd goed voor goede resultaten. Deze supersterke Franse coureur. En nu maar de vraag of hij dat vandaag dan voor het eerst in dit seizoen zou kunnen laten zien. Tot dusver dus niet ideaal geweest het voorseizoen voor hem. Een opkomst of afkomst. Het is in ieder geval de bedoeling dat de renners de ene kant opkomen en de andere kant af. Maar probeer maar als coureurs hier goed in het gareel te houden. Dat is nog niet altijd zo eenvoudig. De mannen dus van IM Cycling hebben het podium inmiddels verlaten. We zijn benieuwd naar de verrichtingen van Chavanel dus. De volgende ploegen die zich zo dadelijk gaan melden. Helemaal de volgorde die de organisatie dan plant op zo'n ploegenpresentatie. Dat is ook moeilijk te handhaven. En zo gaan we op zoek naar de volgende ploegen die onderweg zijn naar het podium. Ik hoor dat Le Français des Jeux, FDJ, zo dadelijk op het podium gaat verschijnen. De ploeg van Franck Pinot, de ploegleider van die selectie. En deze ploegen hebben dus inmiddels al getekend. Het zijn er zes in totaal. Ik begrijp de absolute topploegen moeten nog komen. We eindigen straks met de mannen van Giant Shimano. Dan hebben we het over de ploeg natuurlijk van Roy Curvers, van Tom Dumoulin. Maar ook van een heel belangrijke outsider, Simon Geschke. Die moeten we in de gaten houden vandaag. Volgende ploeg, dames en heren, zijn de mannen van Europa. De heren van de Europa bestijgen ook het podium. Natuurlijk de ploeg van de man van de gekke bekken. Dat is Thomas van Kleer. Eerst gaan we naar zijn land. Uit Japan en uit Frankrijk, overal vandaan. Visible pour toi aujourd'hui. Ça fait 15 jours que j'ai pas couru depuis le Tour des Flandres. J'ai eu des problèmes d'asthme, d'allergie, enfin tout le tralala. Et aujourd'hui, c'est ma reprise. T'es en forme? J'espère que j'ai bien récupéré de ces problèmes. En tout cas, je suis très content de pouvoir faire l'Amstel parce que c'est une course que j'apprécie dans l'année. Et l'Amstel, c'est important pour toi? Ouais, l'Amstel, c'est une belle course. C'est une course d'un jour, une classique. Donc toutes les classiques sont belles, donc c'est une course vraiment sympathique. Merci, bonne chance. Merci.